Wat wel zeker is, is dat het pas het begin is. Dit is niet het einde, dit is pas het begin. Er beginnen nu scheurtjes in de kraakwet te komen. Er beginnen nu duidelijk beelden te ontstaan dat er echt een fundamenteel andere manier van nadenken en van onderhandelen en van politiek bedrijven nodig is om leegstand aan te gaan, om de culturele kaalslag tegen te gaan, om het rechtse gelul wat vanuit de regering onze kant op tegen te gaan. Dit is pas het begin. Bijvoorbeeld, deel 2, morgenochtend. Morgenochtend is er bijvoorbeeld de ontruiming van de Schoolstraat. Een schoolstraat waarin een prachtige kraakgroep heeft gehuisvest en waarbij de woningbouwvereniging door middel van hele smerige spelletjes de hele straat nu tegen de klachten probeert te slaan. Laten we daar ook solidair mee zijn. Laten we daar ook heen gaan morgenochtend. En wat we, morgenochtend begint de ME zoals gewoonlijk nogal vroeg. 6 uur, 6:30, zoiets. Nou, zorg ervoor dat je er bent bij de schoolstraat. Om met zoveel mogelijk mensen, eigenlijk liefst met zoveel mensen als we hier zijn, om gewoon een statement te maken van wij pikken deze shit niet langer. Niet in onze stad. Niet zo. En fuck law and order mentaliteit zoals Van der Laan die denkt uit te moeten venten hier. Oké, en wat gaan we nu doen? We gaan nu met ons allemaal gaan we die kant op richting de Stopera. En bij de Stopera gaan wij heel hard ons statement maken. We gaan zeggen, nee, dit pikken we niet meer. Wij zijn met zoveel mensen, wij zijn met zoveel handtekeningen. Wij zijn met zoveel overtuiging ervan overtuigd dat dit gewoon fucking bullshit is wat hier gebeurt. Dat gaan we doen. We gaan die kant op. En nog een opmerking. Mochten wij geconfronteerd worden met provocatie van de politie, ga er dan niet op in. Gun ze dit keer, dit persmoment niet om het te spinnen en te zeggen van zie je wel, al die kutkrakers en bla bla bla. Want alhoewel zij vaak genoeg ons geprovoceerd hebben, is dit vandaag een begin van een triomf. We gaan winnen en dat gaan we uitdragen ook. Dus fucking positieve sfeer, we gaan erheen. En dit is het begin van het einde van de kraakwet. En om dat muzikaal te illustreren, hebben we de Bucket Boys in een boot. Dus geef ze een applaus en we gaan naar de Stopera en ik zie jullie daar. Alright. And now the multicultural side of the city. Alright, just a small summary in English. Welcome to the beginning of the end of the anti-squatting law. Yeah! Welcome to the beginning of a different way of interacting with space, interacting with cultures and interacting with fucking initiatives that deserve to stay and that deserve to be heard. Welcome to the beginning of that. Yeah! So, what we're gonna do is we're gonna go to the Stopera. We're not gonna let ourselves be provoked by the police. If they wanna draw out a riot, we'll say, go do something useful with your time. Get lost. Right, so we're gonna go to the Stopera. There will be music from the Bucket Boys at the Stopera. We will have lectures, music. We'll have a big ass fucking petition that we're gonna hand over to the mayor if he agrees to show up. And in principle, we're gonna make this really big fucking statement with all of us. Thank you for being here. Let's go. Woo!